Hey, mijn naam is Niels en welkom bij GTA 5 Heist en zo met David, die Minecraft maps maakt, toch? Hi, ja. Oh, ja, ik dacht daar begin ik mee. Dat spreekt mensen aan, zeg maar. Dat is, oh, ja, nee. Die gast die heeft iets wat wij willen. Dus we gaan mooi de eerste heist doen. Ik denk dat ik waarschijnlijk in de video door de cutscenes heen skip, want... Nee, dit hebben ze allemaal al gezien, dus... Je moet zien hoe awkward Lester is. Ja, god, dat heb ik al gezien in die eerste paar cutscenes, ja. Dat is echt extreem. Ja, inderdaad. Maar ja, ik denk dat ik hier gewoon even heel gauw doorheen ga knippen, want hebben jullie vast allemaal 10 keer gezien op andere kanalen. Dan hoeven jullie niet nog een keer te zien. Ik dacht, ik ga gewoon jullie laten zien hoe geweldig ik het kan doen. Want we spelen wel gewoon op hard, natuurlijk. Hoe ik erbij sta als ik doe het. Ja, echt prachtig. Ik vind het altijd mooier als je dan ook nog van die random wonden overal hebt. Dat je ineens nog een of ander kogelgat op je gezicht hebt zitten ofzo, terwijl je daar staat. Ik denk dat een kogelgat op je gezicht in de meeste gevallen overleef je dat niet. Nee, maar GTA kan dat. GTA kan dat gewoon. Dat is normaal hier. Oké, there we go. Ik vertrouw je, David. Tuurlijk, ik kan best goed rijden. Hij heeft wel echt een pimp auto. Moet je kijken. Zo blauw. Je hebt echt van die lelijke auto's rondrijden in GTA. Ja, maar die lelijke auto's worden ook alleen gereden door, zeg maar, die mensen uit missies of zo. Ja, en door gewone spelers die zegt... rijden rond in de meeste stoere auto's. Nou, en oh, ook shit. Door spelers die zegt heel shit pimpen. Oh, dear god. Sorry. Dat gaat tot de goede kant op. Ik ben nog steeds nergens tegenaan gereden en alle banden zijn op heel. Het gaat nog goed. Oké, dat was een krasje. Aan de zijkant. Nee, hij heeft me niet eens aangeraakt. Jawel, er zit een kras op de zijkant van de auto. Meerdere. Nee. You fucked up, man. Nu gaan we minder geld verdienen. Lester wil geld voor zijn auto nu. Nee, het boeit hem wel niks. Vorige keer zag de auto er nog echt 1000 keer slechter uit. Ja, dat vind ik wel indrukwekkend. Dat je die auto gewoon compleet kan verneuken. Dus niet van, nou, ik wil er eigenlijk wel geld voor. Dus nee, dat is cool, man. Ik heb er nog 10 van in mijn garage staan. Zelfs missies als ze zeggen van, bring my car back safe. Dan alsnog. Maar hij laat je ook gewoon rijden. Hij kent je niet. Volgens mij boeit het niet eens. Al kom je, zeg maar, met een heel andere auto aan. Ja, dat is jouw auto, hoor. Zolang niet meer blauw is, is het toch niet. Ik heb een spoiler opgezet en een ander kleurtje en oh wacht. Ja, dat mist dit ding wel. Hij is al zo lelijk blauw, daar moet er ook wel eigenlijk een spoiler op. Kunnen we hem even pimpen? Dus even naar Los Santos Customs. Gewoon een spoilertje erop gooien voor hem. Ja. Ik ben trouwens wel bang dat we straks allemaal geklaagd krijgen in de comments. En niet over hoe slecht onze wegen zijn, maar over hoe slecht mijn rijkunsten zijn. Ja, maar dan kan je de schuld geven aan de lag, hè? De multiplayer lag. Oh ja, oh kut, ik rijd er meer langs. Oké, dat kun je niet de schuld geven aan de lijk, laat maar zitten. Ik heb deze missie nu 3 keer gespeeld. Met Jordi, met Brian en nog een keer met Brian. En ik ben er al 3 keer gewoon langs gereden. Nice. Ja, dat is een telefoon. Oké. Especially about the deposit boxes, customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the waarom vragen we dan niet gewoon om het geld als het zo makkelijk is? Okay. We staan ook helemaal niet verdacht buiten. Ja, dat vind ik heel mooi. We staan letterlijk op camera, je kan het zien hier. Ja. Had even erachter geparkeerd, dat had het toch ook gezien. Staat op camera, gezichten staan op camera. Ja. Dat is niet verdacht hoor, 3 mensen die aankomen rijden, allemaal naar een mobieltje gaan staren. Ja, en dan weer wegrijden. Vol langs, weet je wat de fuck? Dat is echt shit. Oké, mooi. Mooi spel. Ja, weet je, het heeft altijd nog meer logica als Call of Duty. Oh. Mijn GTA is gecrashed. Oh, what the fuck? Alright, jongens, we zijn weer. 1 crash later. En nou mag ik hacken. Nice. Press. Oké, dus enter en dan gewoon Snake spelen hier. Dat is oké, ik kan Snake. Moet je serieus Snake spelen? Well, pretty much. Het lijkt erop. Ik heb dat hele hacken niet gedaan. Het lijkt er best wel heel erg op. Wauw. Ja, weet je, Snake is leuk. Ja, nee, ik vond het ook wel. Zeg. Het is best wel... Het lijkt ook best wel natuurlijk op hoe je hackt in het echt, moet ik zeggen. Dan speel je ook meestal Snake tussen computerzooi door. Al die gasten bij van die al die professionele hackers, weet je wel. Dat waren... Oh, what the fuck! Wat ben je aan het doen? Wat deed die auto dan? Ik kan niet zien wat je aan het doen bent. ik hoor Lester boos zijn.
Oké. What the fuck? Well done. Er reed een fucking twee spookrijders op onze weghelft. Ja, zou ik ook zeggen. Was jij niet de spookrijder? Ik kan zo deel zien in de deuk in de auto. Ja, nou, die geloof ik wel dat die er is. Maar ook door de spookrijder. Twee! Ja. Wat is dit? What the fuck? Er zijn helemaal geen spookrijders. Ik kan nou weer zien. Er zijn geen spookrijders. Kijk daar achter ons. Ja, hier zit ze niet meer. Moet ik omdraaien? Nee, het is oké. Okay. Man. Ik voel me opgelicht. Ja, dat is ook cool. Dit spel wil mij gewoon naaien. Gewoon voor schut zetten. Deze auto is zo stuk. Ja. Lester gaat echt verdrietig zijn. Hier, fuck you. Middelvinger. Hij verdient toch wel genoeg in die heist. En als we kosten moeten betalen, moet jij dat doen. Want jij bent Kreeg Lester een gedeelte van de heist? Ik heb net de eerste heist in singleplayer gedaan. Maar ik kan me niet herinneren dat een gedeelte ervan naar Lester... Oh, ja, wel. Ja, wel. Nee, ik weet het alweer. Cool. Oh, shit. Oeps. Jesus, David. Niet de stoep. Je hebt wel de auto aerodynamischer gemaakt aan de voorkant, zie ik. Ja, dat was helemaal zoals gepland. Meer een kogel-idee nu, oké. Okay. Oh, Jesus, David. Die gast die leeft niet meer, denk ik. Ik raakte hem best hard. Ja, best wel. Als je die motor rijdt. Ja, die moet je wel raken, dat is verplicht. Ik steek wel mijn middelvinger ook naar hem op. Boom! Tjoe, bye. Oh, die andere mist je gewoon. En daardoor heen natuurlijk. Waar kwam die paal vandaan? Die stond daar. Die niet? Echt al de hele. Ja. Ho! Niet Petrak! Zag hem wegspringen. Shit, man. Oh? Op. Ik vind het zo leuk om over de hoods van Oud Center. Wat doe jij dan? Weet ik niet. Ik heb wel allemaal bloed onder mijn gezicht. Je staat op de auto. Oh, ik moet hierin gaan zitten. Zeg. Ja, waarom stond je door? Jij mag rijden weer, dan kan ik hakken. Kijk. Als we moeten hakken nu tenminste, ik weet niet. Is dit wel een coole auto, hè? Is dat achterin helemaal vol met explosieven? Ja, dat ziet er wel veilig uit. Dit is prachtig in first person ook gewoon. Oh god! Ken je nou net iemand over? Heb je die bloedvlek gezien? Nou, ik was in first person naar achteren aan het kijken en toen draaide ik terug en toen zag ik ineens iemand onder de auto verdwijnen. Dat is niet oké okay, dit. Oh god. Oké. Dat ging goed. Ik ben professioneel rijder. Ja? En autoverver. En auto, oh ja. Met een lak van andermans auto. Ja. En af en toe een bloedspatje erbij. Yeah, ja, maar dat is voor dat mooie rode accent. Ja. Ik snap het. Oh, fuck. Hier ook niet zien staan. Wat? Oh, dude, vol de blauwe Prius! Ik was naar achter aan het kijken. Waarom? Dat weet ik niet, de achter was interessant. Je kijkt toch niet naar achteren terwijl je op de andere weghelft rijdt? Sorry. Dat is toch logisch dat dat niet veilig is? Ja, gast, hoeveel ervaring denk je? Oh, oh my god! Oh. What? Hoor je hem schreeuwen? Ja! Hij kijkt nu weer zo casual. Denk ik, oh, dat is fijn. Ja, dat vind ik helemaal prima. Die meid vindt ook helemaal chill. Rijdt die auto? Jezus, wat hebben we met de auto gedaan? Oh, sorry. Ik was weer naar achteren aan het kijken. Stel maar naar achteren te kijken. Je rijdt alleen maar tegen de gaan. Oh, wie zet er dan ook die leuke, interessante dingen achter de auto? God. Dus zit er nou echt. Er zitten explosieven achter in de auto. Like. Oh god. Oh, volgens mij loopt hij standaard vast op dit punt. Dat zou heel mooi zijn, natuurlijk. Ik ben wel klaar voor nog een crash. Is die bij jou vastgelopen? Want bij mij er staat nu setup past. Oh, dat is mooi. En jij hebt platinum gekregen? Oh, ik val nu door de map heen. Ja, ik val nu door het flatgebouw heen. Ja, ik kreeg bij mij en Brian ook op dit stukje, standaard. Nou, ik ben nu gewoon door het flatgebouw heen aan het vallen. En toen werd het scherm wit. En daar zijn we weer, na weer de volgende crash. En het witte licht, wat we niet moesten volgen, want dood. We kunnen weer verder met huis. Goed werk, Rockstar. Dat is een goede poort. Ja, once the heist is complete, all evidence will be destroyed. Maar deze kamer blijft nog bestaan, wat vrij verdacht is. Ik bedoel, kom op. Met die borden en zo. Ja, maar ook al haal je alles weg. Kijk gewoon naar hoe het ingericht is. En het feit dat er weapon racks zijn.
Ik vind het vrij verdacht, persoonlijk. Ook het hele idee dat we op die camera staan is ook niet heel praktisch ofzo. Oké, we gaan weer op hard. Nou, je mag gewoon kiezen. Ik kan weer niet iets anders doen dan vintage pistol. Oh, ik kan er wel first person lokken. Nee, alsjeblieft. Oh, jij kan hier wel weer je armor kopen. Dat is wel mooi. Ja, dat heb ik net gedaan. Oké, top. Play. Oh, snap. Oké, nee. Ik vind casual wel wat hebben. Ik ga niet meer al te slutty dit keer, denk ik. Nou, fuck it, jawel. We moeten wel dezelfde soort mask hebben. Deze is super cool, als we allebei zo'n paperback nemen. Welke wil ik dan? Dat is geen paperback. Wat moet je doen? Vorige keer had ik die met die traantje. Deze vind ik leuk. Oh, ik wil dit als mijn custom vehicle. Jij gaat zo meteen mijn auto zien en hij is prachtig. Ja, dit is hem als het goed is. Ben je klaar nou? Nee. Deze vind ik het leukst. Custom vehicle. Ik heb alleen een fusielader, maar ik weet niet wat het is. We kunnen zo wel in mijn auto. Die is prachtig, echt waar. Sure. Ik heb in het begin geen auto samengesteld. Oh ja, dat is minder. Fuck it, ik heb de verkeerde gekozen. No. Is dit jouw custom vehicle? Wacht, ik ga even kijken of ik hem kan halen. Ja, het kan. Oké, ik ben zo terug. Oh, ik zit al in die ene. Wacht heel even hoor, ik ga mijn andere auto halen. Hij is zo mooi. Ik heb er ook nog het crew emblem op laten spuiten. En nu is hij perfect. Dit ga je mooi vinden. Wacht even, waar komt hij aan? There we go! Are you ready? Holy shit! Okay. Dus nee, hoeft hij niet. Hier. Gaan we... Kom je bij mij in of... We rijden apart dan. Dat kan je dan. Kun jij ook eens doen. Holy shit, deze stuurt kut! En deze is prachtig. Dit is de roze Playmobil. Je moet alleen oppassen dat je niet meteen naar boven rijdt en gespot wordt, want dan verneuk je het. Ik ben Stealthy Ninja, no worries. Maar even, ik moet misschien wel heel even wapens hebben. We gaan heel even shoppen voordat we de auto gaan stelen. Ja, is goed. Ik zie er al fantastisch. Oh, kut. Hallo. Ik moest wel van mijn wapen wegstoppen, anders denk ik zo. Oh ja, goed. Anders is de heist snel voorbij. is de special carbine goed? Dat is goed. Ik weet niet eens welk wapen ik kan... Oh, hier. Special carbine is tering goed volgens mij. Carmine. Ja, je ziet er wel. Ja, de stats lijken wel goed. I'll take that one. Oké. En dan wil ik een extended clipper op. Ik heb echt bijna geen geld meer, dus dat is mooi. Oh, ik ga niet meer shit uitgeven die extended clips. Dat vind ik al best. Ik wil ook een suppressor erop. Of kan ik dit wapen altijd gebruiken? Dat je die favorite ofzo? Nee, je houdt gewoon die wapens die je koopt hier. Oh, dus alleen de ammo. Ik heb nu ongeveer al mijn geld aan het wapen net uitgegeven. Ik wist niet dat je alles houdt. Ik dacht, als je doodgaat, ben je het kwijt. Nee. Ik hoop dat we veel geld verdienen met deze heist, want ik heb nu niks meer. Ik vind het ook wel mooi. Voordat we dat ding gaan stelen, eerst nog even rustig shoppen bij de wapenwinkel. Ik heb echt 70.000 uitgegeven van die carbine. Nice. Ik heb hem zelfs geverfd. Oh, we zijn er ook al gewoon, joh. Het is lekker dichtbij. Ja. Oh, easy. Rustig. Ja, we moeten niet naar boven, dat weet je. Nee. We gaan lopen naar boven. Heb je een soort van plekje waar je omhoog kan. En wat? Je kan ergens, is er een trap. Rijden maar gewoon rustig omheen. Hier is een ladder, waar we aan de zijkant... Ja, daar hier. Moet je omhoog. Lopen. Ja. Oké, stop met rijden voordat ze je spotten. Heb je een suppressor op je ding? Nog niet je wapen pakken? Nee, ik heb geen suppressor. Oké. Oh, je moet wel je masker opdoen met G. Ja. Dan kunnen we ook wel wapen pakken, toch? Ja, ik wachtte nog even tot we uit range waren van civilians die ons konden spotten. Oh, maar dat maakt niet uit. We willen hier sneaken hier omhoog. Je kan stealth modus ingaan, hè, met controle. Ja, ik weet. Maar nu kunnen we wel wapens pakken, hè? Ik vind het helemaal mooi. Ja. Dude, ik heb 60 rondes in één magazijn. Met dit ding, dat is best wel nice. Jij hebt extended clip, ik niet. Ja. Dat vind ik altijd wel een goede aanschaf. En je kan ook gewoon je wapen droppen, zo van legit. Ja. Kijk, een momentje. Oh, kut. Oh. Ja, daar zijn ze.
Ik ga naar die auto. Ja, we lopen auto. Eerst naar die auto toe. Oh, je gaat gewoon sprinten. Oké, dat kan ook. Ik zie ze. Oké. Het zijn er best wel veel. Het zijn dus shit veel. Gaan we vanaf hier of... We hebben hier niet veel andere cover. We kunnen daar... Ik kan daar naar boven en dan kan jij iets vooruit of zo. Like, daarboven, daar heb je ook cover. Wil gewoon helemaal daarboven gaan zitten? Ja, ja, gewoon hier. Ik blijf wel heel veel wachten tot jij daar bent. En dan kom ik ook. Oké, ik kom. Dit is gewoon full cover, dat is op zich wel nice. Ik heb genoeg XCOM gespeeld om te weten dat het heel goed is. Ja, gaan we ze rustig één voor één... Ja. Let's go. Oh, ze hebben ons gespot. Joep. Maar dat is oké. Dus we got them... Oké, ze gaan best wel moeilijk dood. Het zijn er best wel veel! En ze doen ja, best wel schade. Er komen alleen maar meer bij. Nice. Oh god, ik ben nu al rood. Oké, even hier. Hit points waste. Ik heb nog 0 damage gepakt. Oh, dan waren ze waarschijnlijk allemaal op mij aan het mikken, I guess. Waar zijn ze? Oh man, die. Vind ik ook zo mooi, de reload animatie in GTA is nog steeds gewoon de hendeltje naar beneden trekken. Ja. Oké, okay, zal ik naar voren gaan? Oh. Oké, ik ga naar voren, blijf jij maar nog heel veel koffer. Roger. Ik heb alleen maar... Here we go. Ja, ik ben... Oh, kut! Oh, no! No! En het crashed. Ik werd... Is die gecrashed? Ja. En daar zijn we weer. Weer klaar om te gaan voor de heist. Ik moest ook al mijn ammo opnieuw kopen. Dus 10 van de 10. Crash nummer 3. Ja, Jesus Christ. Oké, ik ga mijn mask opdoen en mijn wapen pakken. Dus ik ben op dit punt meer aan het verliezen aan de heist dan verdienen. Dus dat is mooi. Ben je al daarboven? Ja. Oké. Zal ik hier beneden blijven? Sure. You ready? Yo, go. 3, 2, 1. Oh, sorry. Ik dacht. Oké. Oké, koffer, ik zie iemand dood. Kijk. Oh, Jesus, ik ben nog bijna dood. Oké, ik moet. What? Hoe vaak hebben die dude geraakt daar? Blijkbaar was de auto niet zulke goede cover, want ik ben dood. Oké, David, misschien moet je niet met de motors gaan aanvallen. Just a maybe. Fucking heels. You're kidding me right now. Zeker. Doe hem aan de kant. Ja, there you go. Ik hoop dat... Nou, nee, we gaan gelukkig met de auto... Kunnen we niet gewoon super snel naar de auto rennen en instappen? Voor mij is dat het domste om te doen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, zullen we gewoon allebei weer daarboven gaan staan? Ja, is goed. Ik hoop dat ze ons niet spotten onderweg. Oké, okay, en let op je HP. Joep. Hierachter zijn we dan wel veilig, want dan kun je gewoon wachten tot je geheeld bent. Maar ze blijven infinitely respawnen, toch? Nee. Niet? Oké. Okay. Nee. Oké, okay, ready? 3, 2, 1, schiet. Je moet gewoon door blijven schieten als ze op de grond liggen, want ze staan weer op na een tijdje. Je moet ook uitkijken als ik geraakt word. Come on, die you motherfucker. Als je onder vuur ligt, moet je gewoon even pauze nemen. Even kijken waarvan je vanaf geraakt wordt. There we go. Er schijnt er nog eentje in het midden te staan, maar die kan ik niet. Moeten we al naar voren of? Oh, ik zie hem. Hij zit achter die auto. Die blauwe. Ik heb hem net in zijn poot geraakt, volgens mij. Ja, dat is in zijn eentje. Gaan we vooruit? Holy shit, heb je die first person geprobeerd? There we go. Dat zegt het is niet, dat is niet beter voor mekken. Ik ga naar voren. Blijf jij nog maar even staan. Yeah. Oh, je wordt beschoten. Er zijn er heel veel daar, heel veel. Ja. Heb jij een granaat of zo? Nee. Geen ene bal. Ik denk dat het beste is om gewoon non-stop voor headshots te mikken. Dat is de enige manier waarop je echt mensen vermoordt in dit spel. Ja. Kijk, dit zijn fucking zombies, ze blijven maar terugkomen. Zelfs als ik ze in het hoofd raak, ik heb net iemand 3 keer in het hoofd geraakt, staat gewoon weer op hoor. What the fuck? Je bent wel dicht in de buurt van de auto nu, toch? Ja, de auto staat daar. Ja.
Als je uiteindelijk kan komen, dan kan je me ook gewoon hier komen oppikken, dat ik je blijf dekken. Oké. Okay. Volgens mij was dat. Kom je mijn kant op? Geld. Ja, ik hoor nog. Ik hoor mensen. Zijn hier. Oké. Okay. Je moet mij komen oppikken dan, want ik kan hier niet. Lijkt zeg maar dat je hiernaast komt. Dat is armor, toch? Ja. Kom dan. Kom in. Je staat stil bij mij. Ja, ik stond ook heel even stil op mijn scherm. Maar het is oké, ik ben erin. Ik heb alleen een pistooltje, dus van mij ga je niet heel veel verdediging kunnen krijgen. Ik heb ook al een pistooltje in deze auto. Oh. No, David, niet het voertuig beschadigen. Dat maakt dus echt niks uit in een fucking armored car. Ja, wel voor de hoeveel we krijgen. Dus? Ja, dat stond er. Oh. Ja, jij hebt mij dat niet uitgelegd, die brief. Oh, dat stond er toch net? David, for fuck's sake! Ja, wat doen die mensen hier dan? Een auto terug proberen te krijgen. David, Jesus! Is dat een uitgang? Nee, terug. Oh my god. Zo beschadigd. In de rechts. Oh my god, dat zijn vijanden. Run, Forrest! Het is echt geluk dat deze auto armored is. Ik weet trouwens niet hoe ik eruit schoot. Maar daar staat jouw auto. Gewoon blijven rijden. Proberen niks te raken. Oh, jeez. Oh, dat was wel een mooi dodge. I'll give you that. Die was wel netjes. Ik denk dat ik net het raampje eruit heb getikt. Ik hoorde iets glas breken. Oké. Okay. Dit is armored glass. Hoe tik je dat eruit? Weet ik niet. Ik hoorde tik. En toen, ja. Oh my god. Shit, ik was niet aan het opletten. Ik was naar het glas aan het kijken. Oh my god. David, let alsjeblieft op. Ik ben hier ook nog aan het kijken. Volgens mij doe ik het raampje naar beneden of zo als ik aan het schieten ben. Want het duurt even voordat ik kan schieten. Ja, ik kan meestal gewoon niet schieten. Oké, we zijn er in ieder geval bijna. Het valt nog mee, dit. Dus ze zijn ook gewoon friendly geworden. Achteruit inparkeren, hè? Ja, ik zou het niet doen. Nee. Oh my god, je gaat echt die auto helemaal stuk maken gewoon voordat we aankomen op deze manier. Gewoon gewrecked. Alleen maar achteruit in proberen te parkeren. Ontploft dat ding ineens. Ja. Hé, daar komt onze... Hallo Paige, mooi bliksemshirt. Echt yeah. Toppie. Ik zit vol met kogel. Ja, volgens mij wel allebei wel. Oh, maar het is gewoon niet te zien. Ja, we zijn veilig. Ja. Het is oké. Okay. Oh, die auto ziet prima uit. Dat is gehaald, David. En nu is het tijd om de cash money te verdienen. Ik heb platen. Waarom? Oh, ja. Ja, oké, het is wat je hebt de auto gestolen en teruggereden en zo. Oh, ik ben wel redelijk wat omhoog gegaan, bijna level 14. En 15 Japan punten. Ja, handen Japan punten. Krijgen we nou uiteindelijk gewoon een reis naar Japan als we er genoeg hebben? Of, Ik weet het niet, ik ben er nooit in Japan geweest. Maar ik denk... Er was nog iemand die vroeg of ik meeging naar Japan. Oh, ja, volgens mij is Japan kut. Nee, gewoon doen. Maar ik ga deze video hier beëindigen, dus als je het leuk vond, druk dan op een duimpje omhoog en zo. En vergeet niet te abonneren als je meer wil zien. En volgende week weer te kijken voor de rest van de heist. Wat hopelijk beter gaat dan dit. Want dit was minder, een minder crash. In ieder geval, reed ik netjes. Op zich. Ja, nou... nadat we uit de parkeergarage waren. Grotendeels. Dus tot de volgende keer. Peace en zo. Bye.